Ieder jaar worden in Nederland bij circa 2600 patiënten tumoren in het hoofd-halsgebied geconstateerd. En onder die tumoren verstaan we dan tumoren die uitgaan van de neusholte, de mond- en keelholte, maar ook het strottenhoofd. En een deel van die tumoren ontstaat ook in de hals, bijvoorbeeld in de schildklieren of de speekselklieren of in de lymfeklieren. Buiten die tumoren behandelen we in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis ook circa 200 patiënten met huidtumoren. En dat zijn dan grotendeels melanomen in het hoofd-halsgebied. Tumoren in het hoofd-halsgebied komen voornamelijk voor bij mannen. En dan vooral mannen van middelbare leeftijd, vanaf een jaar of 50. Vooral rokers en mensen die overmatig alcohol gebruiken, hebben een hoog risico hierop. In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is de behandeling met name gericht op het behoud van functie. Behalve het genezen van tumoren is het van belang dat we zoveel mogelijk proberen de spraakfunctie, de slikfunctie en de esthetiek in stand te houden. Kleine tumoren worden over het algemeen behandeld met bestraling, ofwel een laserbehandeling of fotodynamische therapie. Bij grotere operaties is er veel ervaring op het gebied van reconstructieve chirurgie. Bij grotere tumoren kiezen we echter vaak voor een combinatiebehandeling van chemotherapie en radiotherapie. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland en op dit moment ook het enige ziekenhuis dat beschikt over een geïntegreerd revalidatieprogramma voor patiënten met een hoofd-halstumor. Dit revalidatieprogramma is een multidisciplinair programma dat onder leiding staat van een revalidatiearts. De behandelend specialisten en ook de fysiotherapeuten, logopedisten en andere disciplines spelen een grote rol. De behandeling is erop gericht de patiënt op individuele basis te begeleiden in zijn revalidatieproces na de behandeling.